1972 jaar, waarin toch al heel veel bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. In 1972 hun grootste hit Child in Time uitbracht. En dat was de tweede keer dat Ajax de Europa Cup 1 won door te winnen van Internationale uit Milaan. En dat is later bekend geworden als de Bloody Sunday, waarin gewoon onschuldige demonstranten door het Britse leger doodgeschoten werden. De hele presenteerder die is ook aanwezig, Hans Rikke, dat deed hij voortreffelijk trouwens. Een meervoudig wereldkampioen en dan sta je nog voor in de wedstrijd daar, helemaal geweldig. Goed, maar nou kom ik toch bij, in het Noord-Limburgse dorp Molenhoek. Die werd overgedragen voor de prijs van 100 gulden. Uitgevoerd door het duo Double Take, ik moet het goed zeggen. Ik heb zo ook denk ik, kijk maar even als je verder gaat. Ik ga beginnen aan de boel hier muzikaal opluisteren. Ik wens jullie een hele fijne, gezellige middag. Dankjewel. Is Joop nog aanwezig? Ja. Is Jan maar eens. De gelegenheid om even, niet iedereen zal ze denk ik kennen. Anneke, secretaris. Ja, ja, laten we dat doen. Geen klap op de markt. Maurice is onze man van de PR en de evenementen en de ICT. En Job is ons bestuurslid bouwzaken. Dus heb je problemen met verbouwingen en bouw, moet je bij Job zijn. Goed. Dit zijn ze dan. Ik ben zelf eigenlijk de bruin, maar dat had je misschien al gehoord. En dit is het huidige dagelijks bestuur van de stichting. Toen was ik 10. Min 10. When the sun comes shining through, we can make it if we try, just the two of us. We wonen liedjes uit de jaren 80, nou we gaan langzaam worden van een jongen. Ja, geboortejaar. Teardrops van Womack and Womack. The next time I'll be true, fever for lost romance. And next time I'll be true and slow. Remind me, baby, of you, teardrops in my bedroom. En Jan Willemsen was gewoon een hele gezellige, aardige vent. Hij was niet alleen kastelein, maar hij was ook een soort entertainer. Want hij kon altijd van streken uithalen. Jan Willems. Maar bij Jan liep ook een broekie rond. Die mocht toen een beetje helpen, glazen ophalen, boel schoonmaken, enzovoort. Leo en Ina, kom alsjeblieft even naar voren. Twee bekende gezichten, inmiddels zijn ze getrouwd met de Wieke ook. Ze zijn dag en nacht beschikbaar. Ik denk dat dit wel een daverend applaus verdient. Leo en Ina, 45 jaar. We willen dat niet helemaal met linkerhanden laten verlopen. Dus ik zou zeggen, Joop, bied het paar een mooie bosbloemen aan. Ze hebben toch nog samen van genieten, hoop ik. Ja? Oké, dankjewel. Wil jij misschien nog iets zeggen tegen het publiek? Nee, anders. Henk heeft mij gevraagd om dit nog heel lang te doen. En ik zeg, als jij nog 15 jaar voorzitter blijft. Oké. Dankjewel, jongeman. Goed, we gaan weer verder. Veel plezier.
Toenmalige uitbater van de Marjan is hier aanwezig. En dat vind ik heel fijn. Maar misschien mogen we een applausje geven voor Pieter. Hij was ook eigenlijk een entertainer. Meneer Frans van den Doom. Frans, applaus voor Frans. In de muziekzaak of elektronische zaak, weet ik veel. En toen was er ook een broekie. En weet je wie dat broekie was? Dat was Hans Rekke. Die stond daar af en toe bij. Hé, hey, applaus voor Hans Rekke. Hey. De opkomst vind ik zelf een klein beetje tegenvallen, maar ik ben blij dat de mensen die er zijn, dat ze er zijn, dat ze genieten van de muziek en ook nog heel vaak hier in de wieken aanwezig kunnen zijn. Dank jullie wel, bestuur.